De heer Van Meijeren, Forum voor Democratie. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Het komt nogal eens voor dat de politie vreedzame demonstranten vordert om zich te legitimeren. En wanneer zij dat niet willen of kunnen, hen zelfs aan te houden en mee te nemen naar het politiebureau. Nu wijzen niet alleen Forum voor Democratie, maar ook de Nationale Ombudsman en Amnesty International erop dat deze werkwijze moet stoppen, omdat zo'n vordering van een legitimatiebewijs ontmoedigend of zelfs intimiderend kan werken. En dat een aanhouding om het enkele feit dat iemand zich niet legitimeert ook een buitensporige inbreuk is op het demonstratierecht. Mijn vraag aan de minister is: hoe beoordeelt hij deze kritiek? En is hij bereid om er zorg voor te dragen dat vreedzame demonstranten die nergens van verdacht worden, voortaan niet meer wordt gevorderd om zich te legitimeren? De minister. Voorzitter, ik hoor allerlei kwalificaties. Ik ben het met Forum voor Democratie eens dat demonstratierecht, een grondrecht in ons land, een belangrijk iets is. Wat het lokale gezag en de lokale driehoek ook op toeziet en daar uitvoering aan geeft. Niet anders dan dat. Dat is verbonden in allerlei wettelijke kaders. Gelukkig, zeg ik maar even, in dit land. Dus dat is positief. Hij vraagt mij of iedere demonstrant, en hij spreekt wat mij betreft, voorzitter, in absolute termen, dat ik die uitspraak doe, maar dat kan ik niet doen. Want het is contextafhankelijk, het is situatieafhankelijk. Wat doet zich voor? Wat speelt zich voor bij die demonstratie? Hoe gedraagt betrokkenen zich? Ja, en dat kan er wel degelijk toe leiden dat je vraagt: met wie heb ik hier te maken van doen? Kunt u vertellen wie u bent? En dat lijkt mij een legitieme vraag vanuit de politieorganisatie. Meneer Van Meijeren. Nou, voorzitter, mijn vraag die zag expliciet op vreedzame demonstranten die nergens van verdacht worden, waarover ook Amnesty International en de Nationale Ombudsman aangeven dat wanneer zij worden gevorderd om zich te legitimeren, dat dat ontmoedigend werkt en zelfs intimiderend. En dat wanneer zij worden aangehouden, dat ook een buitensporige inbreuk is op het demonstratierecht. Dat inderdaad wel beperkt mag worden, maar alleen als dat noodzakelijk en proportioneel is. Dus nogmaals de vraag: heeft de minister kennis genomen van deze kritiek van Amnesty International en is hij bereid om deze aanbevelingen ook serieus te overwegen? De minister. Goed, ik heb net een reactie gegeven hoe ik kijk naar het demonstratierecht. De precieze kritiek van Amnesty International en de Nationale Ombudsman noemde u, die kan ik niet even quoten en citeren, zeker niet. Ik ga deze vraag gewoon doorspelen naar mijn collega. Dank u wel.